En waar heb je de volgende trendsetter gevonden? In Melzelen, Transport De Blok, een op- en top familiebedrijf waar inmiddels de derde generatie aan het hoofd staat. Zij zijn 60 jaar geleden gestart met de transporten van losgestorte goederen met kipwagens. Een activiteit die ze de dag van vandaag naast containervervoer nog steeds aanhouden. En welke transportmiddelen zetten zij daarvoor in? De Blok beschikt over een vloot van 70 trekkers, al een Volvo en MAN. En een 300-tal opleggers. Al dit materieel wordt onderhouden in de eigen werkplaats in Melzelen, waar ook de administratie gecentraliseerd is. Naast Antwerpen hebben zij nog een vestiging in Charleroi. Iedere nacht rijdt er een dedicated trein tussen deze twee locaties. We kunnen hier duidelijk spreken over multimodaal transport. Hoe onderscheiden zij zich dan nog van de concurrenten? Een performant management systeem waakt over de kwaliteit en de veiligheid van de transporten. Zij investeren ook fors in ICT, niet alleen in de vrachtwagens met de nieuwste generatie boordcomputers, maar ook op de planning en het back-office. Oké, William, bedankt. Graag gedaan.